We zijn hier bij het Hell Valley. Dit is een dag waarbij de zorg centraal staat. Ga je mee naar binnen? Wat vindt u van het Hell Valley? Ik vind het een heel mooi evenement, omdat het mensen samenbrengt die eigenlijk allemaal dezelfde belangen hebben. Hell's Valley evenement is is een hele mooie kans, denk ik, een heel mooi evenement om nieuwe technologie te kunnen presenteren en om de verbinding te leggen, wat ook het doel is van het evenement, dus de verbinding te leggen tussen kennisinstellingen, bedrijven en mensen die mogelijk in de technologie geïnteresseerd zijn. Wat ik ook belangrijk vind is om te kijken hoe andere mensen hun bedrijfje vanaf het begin, die nu groot zijn geworden in de living technology of in het productontwerpen van iets, hoe die zijn begonnen. Ik vind dat heel interessant, want van die mensen kan ik heel veel leren. Hoe denkt u dat de zorg in de toekomst is? Ja, dat is een grote vraag, hè? Nou, ik denk sowieso wel inderdaad meer robots. Daar geloof ik wel in. Meer technologie. En ik denk dat mensen ook langer thuis zullen gaan wonen. Omdat ze dat willen, maar ook omdat het goedkoper is. Gezondheidszorg is natuurlijk hartstikke duur. En we hebben dat in behoorlijke mate niet efficiënt ingericht. En als dit kan helpen in het efficiënter en betaalbaarder en kwalitatief ook beter maken van de zorg is, ja, dan moet je dat niet tegenhouden, denk ik. Ik merk dat heel veel mensen klagen dat alles duurder wordt. En dan lijkt me heel goed om te kijken hoe je zelf verbinding kan leggen, bijvoorbeeld met mensen in de buurt, zodat je zelf ook minder zorg hoeft te gebruiken, of dan zelf op zoek te gaan naar creatieve oplossingen. Wat heeft u het meest aangesproken in het congres? Ik vond die robot wel heel leuk. En ik denk ook dat daar ook steeds meer naartoe gaat. Hè, waarin we datgene wat we in gewone gezondheidszorg niet meer op kunnen lossen. Maar uiteindelijk wel op kunnen lossen als we daar de techniek voor gebruiken. Nou, ik heb een hele interessante lezing boven gehad van Grendel Games. En die man die vertelde dat ze computergames maken die mensen helpt met ondersteuning van het helpen van onder andere operaties. En daar heb ik veel van geleerd, dat je ook het probleem heel anders kan benaderen. En dat is super interessant. Beste mensen, dit was Hell Valley voor 2014. Ik vond het een leuke dag. En graag zie ik jullie in 2015 weer terug. Doei!